van zijn, dat is echt super tof. Het is alleen maar weer vroeg opstaan. Nou, ik ben weer aangekomen in Toulon. Het was heel grappig, want de vriendin van mijn zusje Camille, die was ook in Sully-Espon, dus we hebben even gemiet. Dat is heel grappig, het is echt raar om mensen die ik ken tegen te komen in het buitenland. Ik had het volgens mij nooit gehad. Nee, alleen dan, weet je wel, dat we ergens, weet ik veel, gingen meet met mijn oom en tante, met mijn opa en oma of zo, maar dat is anders. Omdat je dan in feite eigenlijk een soort van samen op vakantie gaat. La SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Vous pouvez vous procurer des étiquettes auprès du personnel de la SNCF. Signalez-nous tout colis ou bagage qui vous paraîtrait abandonné. Merci pour votre vigilance. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV desservira la gare de Valence TGV. Prochain arrêt, Valence TGV. Avant de descendre, rassurez-vous de ne rien oublier à votre place. Attendez l'arrêt complet. Nou, ik ben eindelijk in Grenoble aangekomen. Het was een hele reis, maar ik ben er. En dit hier naast mij is mijn tante Hex. Yes. Ja, dat is zij. Ja. we rijden in bergen. Kijk, super mooi. Het is gelukkig wel wat koeler dan in Sully-Espon en in Hyères. Thank God. Ja, het is in plaats van 36 is het 31 graden, maar goed, het maakt niet uit. Ja, maar het voelt veel kouder. Het voelt echt veel kouder. Ja. Toch? Ja, nee, het is wel kouder. En je kan 's nachts hier lekker slapen, want het is gewoon 's nachts wel een stukje frisser. Oh, dat is wel chill. Ja. Dat scheelt. Ik zweet er gewoon mijn bed uit in die andere dingen, joh. Ja, hè? Ja, het is echt normaal. Dus wij zijn nu op weg naar La Buisse, waar wij wonen. En dan zal, nou, dan moet je straks maar even filmen, ons klein stulpje. Volgens oma die had me geappt. Je zal wel moe zijn, schat, maar straks lekker naar resort buur. Resort. Het is nog steeds op puin ook, hoor. Want we zijn nog steeds aan het schilderen, aan het toestanden en aan het verbouwen. En het is nog lang niet klaar, maar dat maakt niet uit. Nee. Geen probleem, zolang er stokbrood en wijn is, toch? Ja, precies. Dus dat. Nou, dan zal ik straks eventjes het huis filmen. Mange le champ. Lekker pap. Nee, de andere kant op kijken.